Als je zo'n doelpunt meteen al weggeeft op haar agent en je krijgt dan een kwartier erachter een rode kaart, dan weet je dat het automatisch heel moeilijk wordt. En ja, daar was ik ook enorm ontgoocheld in, omdat je zeer compact moet gaan staan. En dat je vooral goed georganiseerd moet staan. En dan zie je meteen in de communicatie dat ze verkeerd zitten. Gent profiteert er meteen van. En dan zijn wij ook heel snel ons vermogen kwijt. En dan zijn we de kluts kwijt en gaan we zoeken. En dan zie je iedere keer, wat ik heel dikwijls zeg, als we dames en de keulaar niet hebben, dat wij van achter soms niet de maturiteit hebben, dat voorin dan te weinig de bal kunnen houden. En dan worden we zeer kwetsbaar. En hier is dat moeilijk genoeg als speel je 11 tegen 11. En het is ook wat ik voor de wedstrijd zeg, al de vierde keer nu op rij met al heel snel rode kaart voor een wedstrijd waar Westerlo tegen Gent speelt. Ja, dan wordt het zeer moeilijk. En onder de rust ook duidelijk gesproken over de situatie. Eigenlijk hebben we daarin redelijke controle. En dan geven we eigenlijk opnieuw 3 doelpunten weg, hè, met een inspeelbal, wat nooit niet mag gebeuren. Die speelt ze meteen diep, een strafschop. Ja, goed, een tackle die niet nodig is, een vrije trap. Ja, dat zijn dingen die, dan sta je machteloos. Ik was heel gemotiveerd natuurlijk. En je probeert dan zo goed mogelijk je taak uit te voeren. En zo scherp mogelijk te zijn en zo stevig mogelijk. En dat was vanaf het begin zo. Ik denk dat ik mijn duels wel probeerde te winnen en toch een paar gewonnen heb. En dan probeer je zo goed mogelijk in te zetten en dan misschien een paar keer over de schreef gegaan. Maar dat is jammer, maar niets aan te doen. Ik heb mijn best gedaan en ik kwam mijn ploeg helpen. En dat is dan jammer dat ik ze dan zo in de steek moet laten. Hoe voel je daar zelf bij? Ja, niet goed natuurlijk. Ja. Dat komt hard aan. Maar in voetbal heb je ups en downs. En de laatste tijd zit het bij mij een beetje in een negatieve spiraal. Maar we komen daar wel uit met de steun van ploegmakkers en supporters en familie en zo. Dus dat komt wel goed. Het is gewoon jammer dat ik nu negatief in het nieuws zal komen, maar oké, niks aan te doen. Ja, je is een jongen die heel het jaar al in de kern zit om die kans ook eens te nemen. Oké, dan moeten ze die kans nemen en daar heeft hij vandaag dan ook veel pech in. En op dat vlak is het natuurlijk jammer dat het ook me overkomt nu. Het is jammer dat ik dan die tweede gele kaart moet pakken, maar ik denk dat die volgens mij onterecht was. Maar dat is een mening, dat is mijn mening. Ik respecteer de mening van de referee ook. We beginnen met intentie om zo lang mogelijk de nul te houden. Hè. Dan pak op een domme manier de 1-0 en dan komt Gent in hun spel en dan lopen we achter de feiten aan. En dan worden we eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld, vind ik. Ja, 2 keer geel voor Joren, dat wordt dan rood. Vond je die terecht? Ja, ik kan er wel in komen, want het waren toch 2 fouten die misschien een gele kaart verdienden. Maar het waren ook zijn 2 eerste fouten. Alleen vooral de eerste kaart was gewoon zijn eerste fout. Dus, maar we moeten het nu niet op die rode kaart gaan steken. Dus met Joren erbij, dan stonden we ook al achter. Dus we moeten zeker niet de schuld bij Joren gaan leggen, want dat zou ik jammer vinden. Ja, jullie misten ook de keulaar dames. Waren dat eigenlijk dan de sterkhouders die er vandaag misschien een ander match van hadden kunnen maken? Het zijn jongens met ervaring, hè, die zo'n wedstrijd al vaker hebben gespeeld. En misschien in de moeilijke momenten de ploeg meer kunnen samenhouden dan dat vandaag is gebeurd. Want vandaag is toch een beetje uiteengevallen. En, we willen gewoon, Westerlo kan het zich niet echt permitteren om zo'n spelers zo lang gekwetst uit te zien vallen. Dus we hebben iedereen nodig en Benji en Filip zeker en vast. Ja, 5 tegendoelpunten en dan nog een rode kaart. Wat ging er door je hoofd op het veld? het was snakken naar het einde. Hè. Dus, maar je weet als je op Gent komt spelen dat je kunt verliezen. Maar de manier waarop was vandaag niet goed. Hoe moet het nu verder? Ja, we moeten ten eerste al de fans proberen achter ons te krijgen, want die gaan nu weer teleurgesteld zijn, ontgoocheld en terecht. En we hebben nu een thuiswedstrijd, dus we moeten vanaf nu ook thuis beginnen een vuist te maken. En we hebben de supporters nodig en ik kan alleen maar vragen dat ze achter ons staan. En dat gaat ons goed doen en dat hebben we echt nodig, want het zal een heel jaar nog knokken worden, heb ik het gevoel. Dus we moeten vanaf nu thuis ook gewoon onze 3 punten beginnen pakken, want het is hoog tijd. Nu ben ik natuurlijk pissig en enorm lastig over wat ik gezien heb met momenten. Omdat ik vind dat ook bepaalde jongens me daar ook in de steek laten. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Omdat we fouten maken die eigenlijk helemaal niet kunnen. Maar dat kan ik langs de zijkant niet veranderen. Ik heb al de verdedigers op het veld staan die ik heb. En daarin moeten we goed nadenken. Als deze jongens ontbreken, die het nu al ontbreken en die blijven er niet, dan ben ik zeer kwetsbaar.